Goedemiddag, Leen Schrijver. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij hebben net elkaar voor het eerst de hand geschud. We staan op de Ampèreweg op Arnhemstein. Klopt. En wij zijn met elkaar in contact gekomen omdat jij een veiling doet in landbouwvoertuigen en... Klopt, in landbouwmachines, de agrarische sector, intern transport, heftrucks en dergelijke, tuin- en parkmachines. En daarnaast nog een veiling voor scheepstoeboren. Ja, nou dat... Dus ja, een klein beetje zien. In een enorme hal, want deze hal is niet van jou, geloof ik. Nee, die is van Giersbergen. En die heeft zelf ook een behoorlijk wat dingen neergebracht. Dus die heeft gezegd: van veil alsjeblieft hier, dan hoef ik het niet te verplaatsen. Dus een stukje gemak. En voor mij is het ook makkelijk, want het staat gelijk klaar. Ja, ja, het is een fijne ruimte ervoor, als ik het zo zie. Het is flinke loods. Licht en daarom, ja. En je zei net toen we elkaar de hand gaven: je bent van oorsprong een Zuid-Beverlander, maar je woont al behoorlijk lang in Middelburg. Klopt. In de binnenstad ook? Ja. Ja, aan de Lommense Kei, als ik me niet vergis. 33 jaar. Ja. Ja. Nou ja, dan ben je wel weer Middelburgs. Ja, en dus het is wel een beetje. Ja, tot bluffie altijd in Zuid-Beverland. Ja, tuurlijk. Dat gaat helemaal. Ja, je praat, dit is geen Middelburg accent, hè, wat jij hebt. Nee. Echt. Hé, hey, maar nou, dan ben ik wel benieuwd. Hè, want het eerste wat ik dacht toen je zei van ja, ik heb zo'n veiling. Van, hoeveel mensen komen daar nou op af? Want zijn dat vooral boeren of hoe moet ik dat nou ongeveer zien? Ik denk dat de hoofdzaak die is uit de agrarische sector dat we hier naartoe komen om te kijken. Morgen hebben we kijkdag, dus 29 februari van 9 tot 4 uur. En daarnaast zien er toch wat mensen nu de mechanisatiesector, toch het grondverzet en dergelijke. Ook wat, ik denk dat morgen ook vanuit de schipperswereld wat mensen hebben die wat spullen komen kijken. Maar iedereen mag sowieso komen kijken, het is gewoon vrij toegankelijk. Ja, mevrouw die steekt morgen weer koffie, dus koffie en een koekje is er altijd bij. Zo? Nou, dat is er voor. Maar ik heb heel even snel gekeken op de site, want dat gaat via Troostwijk heet dat? Klopt, troostwijkauties.com en daar alle veilingen op zoekt en je gaat naar de veiling van 2 maart. Dan kom je de 2 veilingen tegen. 1 keer de agrarische en de andere de scheepstoeboren. Ja. Maar als ik nou bijvoorbeeld eigenlijk zie daar een Linde, dat is een vrij bekend heftruckje. En dat is zo eentje waar je zijwaarts op zit. Klopt, zo. Maar weet jij uit je hoofd wat hij op moet gaan brengen? Ik verwacht dat hij rond de 2000 euro op gaat brengen. En voor hoeveel staat hij dan nu op de site? Volgens mij stond hij op een 750 euro op dit moment nog. Maar dat brengt zo'n ding 2000 euro. Wat kost een heftruckje nou eigenlijk nu? Daar heb ik helemaal geen idee van. Ik ook niet. Nee? Nee. Maar ja, zou dat nou zijn? 50.000 euro of 20.000? Ik heb geen idee. Ik denk daar voor een de jongere versie zeg maar, van er staan een paar ouwetjes daar zo, maar de jongere versie, ik denk daar tussen de 15.000 en 25.000 best net kan komen. Nee, en deze, kijk, ja god, je kan zeggen van, altijd binnen gestaan, maar er zitten natuurlijk wel wat krauwtjes op, er zitten een gat in het zadel. Dat is 20 jaar oud. Hè? Ja, en daar is natuurlijk gewoon keihard mee gewerkt. Ja. En als jij nou zo... Ik zie hier nu enorme boren zijn dit volgens mij. Hè? Komen van een scheepswerf. Oké, dat zei je er net ook nog. Je hebt ook scheepstoeboren. Ik zie een enorme schroef. Een paar schroeven nog, bronzen schroeven, 600 kilo's. Maar dat is ook redelijk specifiek. Hè? Want als je bijvoorbeeld een van de rubberbootje hebt, dan kan niet zo'n schroef op. Dus dat zou ik niet doen. Je moet eigenlijk de bijpassende boot ook hebben. Of wie denk je nou dat zoiets koopt? Dit gaat denk ik eerder richting een binnenvaartschip of iets dergelijks. Maar zijn dat standaardmaten dan of zo? Ik denk dat het. Je moet rekening houden met alles wat er hier staat. Er komen best veel mensen kijken op de kijkdag. Maar ik denk dat er zeker 80% van wat er hier verkocht wordt, dat gaat dus naar Toosblok toe en dergelijke. Ja. Dus er komen. Kijk, Troostwijk die zit. Ik meen in 68 landen dat ze adverteren met deze veiling. Dus we hebben eigenlijk het merendeel van de kopers komt echt gewoon van buiten Nederland. Ja. En bijvoorbeeld en daarachter die boot is die ook te koop? Nee. Die ligt hier gewoon te liggen. Kijk, alles is te koop, maar die staat niet op de veiling. En die tekentafel ook niet. Ja, die wel. Oh, die hebben we net wel. Ja. En wat zie ik daar met die bankjes? Wat is dat nou? Dat zijn de banken van de dubbele cabine van een bestelauto. Oké. Ja. En de stuk cabine hangt er dan nog achter? Nee, ze wilden gewoon een volledige bestelauto hebben, dus ze hebben de banken eruit gehaald, denk ik. God, het is echt van alles en nog wat, hè? Ja, we hebben hier zo echt allemaal gereedschap van, er komen ook een hoofdzaak van de scheepswerf af. Soort trilmachines? Er staan al de trilplaten van de... Trilplaten? Ja. En wat is dit, een eg of een... Een rotenkopeg en die is, maken ze het land zaai klaar mee in combinatie met de zaaimachine erachter, ja. Die ziet er nog wel redelijk goed uit, toch? Ja. Een mooie staat. Deze boer die zorgt heel goed voor zijn machines, ik ken hem persoonlijk. En die is gestopt met boeren en nu doet hij eigenlijk zijn spullen mee. Kijk, onze inbrengers, dat zijn mechanisatiebedrijven, dat zijn boeren, dat zijn gewoon particulieren, eigenlijk van alles en nog wat. Dus een heleboel dingen op de markt van dat weg. Ja. En wat zie ik daar nu weer? Wat is dit voor kast? Of? Staan hier, dat zijn 2 compressoren. Ah, oké. Ja,
sorry. Ja, kijk, nu kom ik toch een beetje naar mijn gebrek aan technische kennis. En daarachter, dat is ook heel vaak voertuig. Dit is een veegmachine. Oh. Ja. Oh ja. Uienhandelaar. Ja. Een uienhandelaar. En daarachter, dat is een enorm grote boormachine. Zo. En die komt van, eigenlijk vanaf een grote scheepswerf hier uit de buurt. Ja. En als jij nou zo, je hebt ooit in de makelaardij gezeten, zei je er net nog, maar ja, je doet zelf ook, je doet courierswerk, je hebt nog een soort deeplaaier waarmee je... Transport met de vrachtwagen nog wat. Dus je bent van alle markten thuis, maar waar gaat jou van de handel die hier nu staat, gaat er bij iets jouw hart sneller kloppen, dat je zegt van dat is toch een gaaf ding wat we hebben, of iets dat je zegt van nou ja, dat is echt uniek, of zeldzaam, of... Want... De gereedschappen zijn wel zeldzaam, de sommigste, maar... Ik heb nu niet direct iets dat ik zeg van kijk, ik vind het allemaal gewoon leuk om te doen. Een stukje handel is een stukje handel en het is altijd de kunst om daar weer een mooi bedrag voor terug te vangen. Ja, maar heb jij ook wel eens iets dat je zegt van nou, dat moet ik zelf hebben of houden? Ja, maar mijn eigen schuur staat er vol. Je bent ook een beetje verzamelaar. Ja. Oude tractortjes en dergelijke, dat vind ik altijd wel leuk. Ik een boerderij zou hebben, zou ik het ook wel leuk vinden. Maar ja, net als ook dat. Wat is dat ook een boormachine of zo? Dat enorme. Ja, dat is ook een boormachine. Ja, een boormachine. En daarachter staat nog een draaibank. Oh ja. In het hoekje staat nog iets, dat komt weer van een booreiland. Dan boren ze. Die buizen die worden de grond in geboord en deze koppelt weer die nieuwe buizen op elkaar. Wat is jouw verwachting van morgen? Is het een speciale dag? Of, Ik vind dat een leuke dag. Je doet wat contacten op. Je kunt lekker met de mensen weer praten en dergelijke. Er zijn weer mensen die vragen wanneer heb je de volgende veiling en die willen dan ook spullen inbrengen. Dus dan bereid je jezelf al voor weer op de volgende veiling op die manier. Een gedeelte van hen die zal hier ook wat kopen. Die zie je dan, want we hebben aanstaande dinsdag over de week. Dus 8 dagen na de veiling. Dan is het afhaaldag hier. En ja, er zullen zo'n 70 vrachtwagens moeten laaien. Hier. Is het nou ook zo als er nou iemand komt en die zegt, Leen, ik zoek nog heel lang dit of dat te praat voor in mijn schuur. Ja. Kan jij wat regelen dat je dan wel een adresje weet? Of gaat het alleen maar op deze manier via de veiling? Nee, als ze mij bellen en ze vragen van ze zoeken wat of ze hebben wat te verkopen, dan handel ik het ook gewoon. Je bent een echte handelaar. Ja, ik hoor het al. Nou ja, toch wel. Bezig. Ja. Bezig. Maar het is leuk om even kennis te maken. En ik zet het zo meteen op de site. En, dat het een mooie dag mogen worden morgen. Dank je wel. We gaan proberen.